Mevrouw Astrid Boudou, die is onlangs afgestudeerd van de Anton de Kom Universiteit Suriname. Ze is nu meester in de rechten. We hebben een gesprek met haar over haar thetes. Ze is gedocumenteerd gekomen, dus ze gaat ons alles over vertellen. Mevrouw Astrid Boudou, welkom. Ja, laten we beginnen u hartelijk te bedanken, mevrouw Armskerk, voor deze gelegenheid mij geboden. Een van de doelstellingen is dat ik bewustwording teweeg kan brengen in Suriname in zaken de voordelen van herstelrecht. Daarover gaat mijn thesis. Oké. Wat betekent herstelrecht? Ja, zoals inherent aan het recht zijn er verschillende definities. Mm-hmm. Ook, dat geldt ook voor het juridisch begrip herstelrecht. In verschillende landen worden door herstelrechtdenkers en criminologen verschillende betekenissen gegeven. Ik heb gekozen voor een definitie van Inge van Vregem. Mm-hmm. Zij heeft tal van definities bestudeerd en heeft dat als volgt, een definitie als volgt geformuleerd. Dat herstelrecht een optie is voor recht doen, die in de eerste plaats gericht is op herstel van schade gericht aan het slachtoffer, veroorzaakt door een strafbaar feit gepleegd door de dader. En herstelrecht komt het best, kan het best gepraktiseerd worden door coöperatieve processen van alle betrokkenen. Alle betrokkenen zijn slachtoffers, daders, de samenleving, als ook de staat Suriname, Casico, de justitiële autoriteiten, die dan zullen optreden als facilitator, bemiddelaar en procesbewaker. Oké. Mevrouw Astrid, een heel interessant onderwerp. Wat heeft u ertoe gedreven om herstelrecht te gaan studeren? Ja, voordat ik die vraag beantwoord, wil ik toch een verduidelijking plegen. Mm-hmm. Stel, als mij iets ernstigs overkomt, ik raak betrokken bij een strafbaar feit en ik ben slachtoffer, dan is op mij het strafrecht en het strafprocesrecht van toepassing. Maar het geheel strafrecht richt zich op het eerlijk en rechtvaardig straffen van de dader. Dat noemen we een eerlijk en rechtvaardig proces. Ik als slachtoffer sta in principe buitenspel. Ik heb totaal geen rol te vervullen in dat hele proces. Okay. Er wordt totaal geen aandacht besteed aan mijn genoegdoening. Mm-hmm. Wat verwacht ik als slachtoffer in dat geval? Maar daarop komen we straks uitgebreid terug, want herstelrecht wil ik toch in het begin al aangeven. Herstelrecht leidt tot materiële en immateriële genoegdoening voor slachtoffers, leidt tot recidieve vermindering bij veroordeelden, leidt ook tot misdaadpreventie. En dit alles heeft tot gevolg dat er dan sprake is van een toegenomen veiligheidsgevoel bij burgers. En om nu dan terug te komen op uw vraag, een belangrijke vraag, de relevantie. Een drijfveer voor het schrijven van overherstelrecht, want tijdens het volgen van colleges over met name penitentiair recht, werd er colleges gegeven over herstelrecht. Toen het besef kwam van, wacht even, dat is ook een drijfveer geworden, dat de constatering dat herstelrecht ertoe leidt dat de doelstellingen van het strafrecht bereikt kunnen worden. Okay. Want internationaal is gebleken dat de doelstellingen van strafrecht niet bereikt worden. Er is geen sprake van strafrecht, het huidige strafrechtssysteem internationaal leidt niet tot criminaliteitsvermindering, niet tot dat er genoegdoening is bij slachtoffer, dat er recidieve vermindering is. Die doelen worden niet bereikt. En criminologen zijn van mening dat als je het doel niet bereikt met strafrecht en toch zo'n systeem eeuwenlang handhaven, geeft een brevet van ongeschiktheid aan opeenvolgende regeringen van
Alle landen in ja, feite. In principe en wel. Toen zijn deskundigen, criminologen, herstelrechtdenkers gaan nadenken over een andere aanpak van criminaliteit, van strafbare feiten. Om overbevolkte gevangenissen tegen te gaan, om het opsluiten van jeugdigen te voorkomen. Okay. Om misdaad bij de bron aan te pakken. Okay. Mevrouw Boudou, nu heeft u dit alles uitgewerkt. U heeft uw thesis helemaal afgerond. Kunnen wij dit gebruiken om ons te gaan herstellen? Ja. Absoluut, heel belangrijke vraag. Ik heb niet alleen gedurende mijn onderzoek, het is een juridisch onderzoek, niet alleen doctrines bestudeerd, verdragen, wetten mm-hmm. van verschillende landen, maar ook hoe herstelrecht is in hun strafrechtssysteem is opgenomen, theoretisch, maar behalve dat hoe herstelrecht gepraktiseerd wordt. Okay. Ik heb onderzoek gedaan naar 13 landen, ons land erbij inbegrepen. Want straks kom ik erop terug, maar wij hebben dat ook al een pilotproject uitgevoerd. Okay. Ik heb gekeken naar landen over de hele wereld. Vanaf Zuid-Afrika, Argentinië, Canada, Amerika, Duitsland, China, Rusland, België. Overal om een goed analyse te kunnen maken. En uit reeds verricht internationaal wetenschappelijk onderzoek blijkt dat herstelrecht voordelen heeft. Okay. Heel veel voordelen heeft. Nou, u heeft verschillende landen opgenoemd net. Ja. Op welke plek kunt u ons land plaatsen? Wij, ons land, laat me zeggen, heeft wat uit mijn onderzoek is gebleken, heeft ons land in het jaar 2006 mm-hmm. een pilotproject uitgevoerd, een eenjarige pilotproject, genaamd een alternatief voor jeugdige delinquenten. Okay. Want wat ook blijkt uit de praktijk en ook wat in verschillende landen gangbaar is, dat ze beginnen met herstelrecht toepassen bij jeugdigen. En dat hebben wij ook gedaan in het jaar 2006. En het is succesvol. Ja, we hebben dat onderzoek of dat project uitgevoerd in Paramaribo en Nikeri. In Nikeri succesvol, in Paramaribo niet echt succesvol. En daarom ook mijn probleemstelling van wat is het belang mm-hmm. van herstelrecht. Want wat bleek uit het onderzoek? Dat ouders vanwege hun lage opleiding en het ontbreken van de bewustwording van de voordelen van herstelrecht mm-hmm. vonden van dat hun kind dat een strafbaar feit had gepleegd en dat daarvoor in feite, kan je zeggen, in verzekering gesteld zou kunnen worden bij een jeugdstrafinrichting, opa Dooley, dat de ouders niet beseffen dat dat kind dan middels een taakstraf of een werkstraf er beter van wordt. Nee, ouders vonden dat dat kind betaald moest worden. Okay. Dus, maar ik kan ze ook niet kwalijk nemen, want het zijn ouders met een lage opleiding of een eenoudergezin. Met grote gezinnen, mm-hmm. eenoudergezinnen, waar de sociale omstandigheden niet van die aard ook zijn. Dat een ouder beter, het beter vindt dat dat kind gaat werken mm-hmm. voor geld. Dat dat kind een taakstraf opgelegd krijgt. Okay. Dus vandaar ook dat ik van belang acht dat die bewustwording gebracht wordt naar die doelgroepen waar okay. recidive hoog is en vooral bij jongeren. Oké, okay, u praat veel over jongeren. Mevrouw Boudou, waar zouden we dit alles kunnen inpassen dat die informatie deze groep bereikt en dat mensen zich een beetje gaan verdiepen om vooral onze kinderen beter te laten worden hiervan? In mijn optiek, ik vind Erdien gezinsbegeleiding plaats te vinden. Mm-hmm. Want er is al zoveel informatie, mm-hmm. Voorlichting. Er is sprake van heel veel voorlichting. Mm-hmm. Via de media, kranten, radio, televisie, maar ook via het internet. Maar ik vraag me af of onze doelgroep, die doelgroepen, wel die toegang hebben. Yeah. Hebben ze toegang tot internet? Hebben ze toegang tot de kranten? Kijken ze naar de televisie? Mm-hmm. Zullen ze überhaupt naar u en mij luisteren? Yeah. Ik betwijfel dat. Dus ik stel voor
dat er gezinsbegeleiding plaatsvindt. Mm-hmm. Dat men gaat naar de plaatsen mm-hmm. waar criminele, criminogene factoren aanwezig zijn. Dat zijn misdaadstimulerende omstandigheden. Waar grote gezinnen, eenoudergezinnen, in geen ideale sociale omstandigheden zich bevinden. Of laat me het concreet noemen, in armoede leven. Okay. Wil je misdaad bestrijden, moet je armoede bestrijden. Begin bij de bron. Begin bij de kinderen. Pas het toe. Breng herstelrecht in het onderwijs. Die zaken worden al internationaal met succes toegepast. Mm-hmm. Het is heel eenvoudig. En wat blijkt, het kost ook veel minder dan wanneer je mm-hmm. een delinquent, een dader, ik wil ook geen, het is eigenlijk een vermoedelijke dader. Ik gebruik mm-hmm. het woord dader, maar u kunt daaronder verstaan een vermoedelijke dader of een veroordeelde, mm-hmm. omdat herstelrecht op beide van toepassing is. Je kan herstelrecht in alle processen gebruiken, ook wanneer iemand nog vermoedelijke dader is en iemand al veroordeeld is. Okay. Dus pas het toe, breng dat in praktijk. Want wat ik ook las, uit mijn onderzoek bleek ook dat politici en beleidsmakers zich bedienen van dominante stoere taal tegen, tegen daders, tegen potentiële daders. Dat mm-hmm. helpt niet. Voor mij leek het echt alsof het over Suriname ging. Maar zo gaat het internationaal aan toe. Mm-hmm. Maar dat helpt niet. Het eeuwenlang dat systeem hanteren en als dat systeem niet werkt, dan gaat u nadenken over anders en dan gaat u kijken hoe dat succesvol wordt toegepast in andere landen. En dan voert u dat toe, vooral als het u ook minder kost. Want ik vind ook, je kan niet een dader, een veroordeelde opsluiten, kosteloos verzorgen. Laat hem werken, laat hem of haar werken, laat hem of haar goed maken wat hij of zij verkeerd heeft gedaan. Mevrouw Boudou, we hebben het gehad over de jeugd. Hoe belangrijk is herstelrecht voor ons als volwassenen? Wat moeten we ervan weten? En hoe ver moeten we ons erin gaan verdiepen dat wij achter alle informatie van kunnen komen? Ja, ik heb graag dat de wetgevende macht mm-hmm. het juridisch arsenaal gaat uitbreiden. Dat betekent artikelen opnemen, dat zaken wettelijk worden vastgelegd. Dat elk slachtoffer en dader dan gebruik kan maken van herstelrecht. Misschien kan ik een voorbeeld noemen van, er zijn verschillende vormen van herstelrecht. Je hebt slachtoffer-dader gesprekken, je hebt mediation in strafzaken, mm-hmm. je hebt groepsconferenties. Bij een slachtoffer-dader gesprek bijvoorbeeld, dan komen slachtoffer en dader bij elkaar. Met begeleiding, onder begeleiding van een professionele, onafhankelijke en onpartijdige bemiddelaar. Alles wordt tot in de puntjes professioneel voorbereid. Wie als eerst binnenkomt, of er een hand wordt gegeven, welke woorden je gaat gebruiken, vragen worden van tevoren vastgelegd, welke vragen je gaat stellen. Het is, het herstelrecht richt zich erop dat slachtoffer en dader gezamenlijk bij elkaar komen. Elkaar vertellen wat dat strafbaar feit mm-hmm. met hun heeft gedaan. Welke invloed het op hun leven heeft gehad. En dat ze gezamenlijk tot een oplossing komen. Herstelrecht wil de verantwoordelijkheid van dat strafbaar feit terugleggen bij de dader. Het besef moet ontstaan. Ik heb verkeerd gedaan, ik heb verkeerd gehandeld. Maar niet alleen het besef, ik heb verkeerd gedaan, verkeerd gehandeld. Ook de verantwoordelijkheid leggen om actief na te denken over een oplossing. Van, ik kan het zo goed maken. Heb ik geld gestolen, dan probeer ik te werken en dat geld aan je terug te geven. En het heeft een herstellende werking voor zowel slachtoffer als dader. U gaat niet geloven, van een burenruzie belandt men ook met hartaanvallen in het ziekenhuis. En ik vind, het hoeft niet zo ver te komen als het herstelrecht er daar is met een buurtbemiddeling of vanuit de overheid gefaciliteerd mediation in strafzaken, dat elk slachtoffer geen rechtszaak aanhangig hoeft te maken. Want
De rechterlijke macht is al overbelast voor dit soort zaken, vooral voor minder ernstige feiten. Organiseer herstelbemiddeling, slachtofferdadergesprekken, werk naar genoegdoening toe. Werk naar, dit lijkt ook tot, wanneer het besef bij mij als dader er is, is er ook minder recidive. En heeft dat ook invloed op de rest. Nou, een mond vol, mevrouw Boudou, maar het is wel heel erg interessant, moet ik zeggen. Hoe zouden wij dit in ons systeem kunnen zetten, herstelrecht, om met al deze mensen te kunnen praten, zodat dit heel gauw oplost? Ja, ten eerste, het juridisch arsenaal dient uitgebreid te worden door wetgevende macht, dus artikelen toevoegen aan onze wetboek van strafrecht en strafvordering. Toevoegen en dat de uitvoerende macht, dat is van regeringszijde, ja, misschien moet ik het concreet aangeven, dat de minister van Justitie en Politie een directoraat, onderdirectoraat instelt, herstelrechtelijke aangelegenheden of een nationaal implementatieplan maakt. Mm-hmm. In ieder geval dat deskundigen, Surinaamse deskundigen, en we hebben ze, want anders zouden we dat project niet hebben in 2006. Dat ze bij elkaar komen en dat ze alvast sowieso dient dit onder toezicht te geschieden van de justitiële autoriteiten. Mm-hmm. Dat er dan mediators worden opgeleid, dat er een opleiding komt. Mm-hmm. Zo ingewikkeld is er ook alweer niet zoals het lijkt. En dat kost heel weinig geld ook, want als het in andere landen is gelukt, moet hier ook kunnen. Dus als je me specifiek dat vraagt, ik zou dat aanbevelen, dat de wetgevende macht er spoedig werk van maakt om het juridisch arsenaal uit te breiden. Daarmee bedoel ik dat er wetten worden toegevoegd, als dat middels een staatsbesluit kan of middels een presidentiële resolutie. Het ligt helemaal aan jou als land. En er zijn voorbeelden zat, ook van die landen, want we hebben goede consulaire en diplomatieke betrekkingen met die landen. En ik vind, ik ben ook deskundig genoeg om ook invulling daaraan mede te helpen geven. Er zijn ook docenten van de Universiteit van Suriname die artikelen hebben geschreven erover, conclusies en aanbevelingen hebben gedaan. En dat je dan misschien rechters die al met pensioen zijn, of advocaten die geïnteresseerd zijn, afgestudeerden van de universiteit, masters in het Surinaams recht, wie allemaal geïnteresseerd is, dat er voor hun een opleiding komt. Als bemiddelaar, als mediator. Ik zou me ook voor willen opgeven, alhoewel ik vind dat ik toch wel wat weet hierover, zou ik me toch wel willen professionaliseren. Okay. Dat het wordt ingezet dat we alvast beginnen met jeugdigen. Met minder strafbare feiten van minder ernstige aard. Om dan daarna landelijk. Dat de minister van Onderwijs ook, dat daar hoeft er misschien niet eens een artikel aan te pas komen, dat herstelrecht wordt in het onderwijs wordt gebracht. Hoe leerlingen met elkaar moeten omgaan. En leerlingen en docenten, het is heel erg eenvoudig. Ik zou bijvoorbeeld middels een presentatie, middels een begeleiding, ik ben in staat daartoe van, heb respect voor jezelf, heb respect voor de ander, heb respect voor de samenleving. En dat het besef, verantwoordelijkheid moet. We zijn mensen. En wij mensen maken ons dagelijks schuldig aan strafbare feiten. Ik wil zo ver gaan, ook het herstelrecht gaat zo ver, dat zelf het beledigen, uitschelden. Mm-hmm. Elke vorm van pijn, leed dat je je medemens aandoet, dien je te herstellen. Oké. Zover gaat het herstellen. En kinderen leren veel sneller. Ja. Kinderen leren, geloof me, ik heb ProDeo wat kinderen begeleid. En ik zag, ze hebben aangepakt. Mm-hmm. Je brengt normen en waarden bij. Bij volwassenen gaat het moeilijk. Volwassenen vinden, na somi de, na somi tang. is moeilijk, ja. Maar het moet kunnen. Jij als mediator, bemiddelaar moet daartoe in staat zijn. Maar bij kinderen, we kunnen ons niet voorstellen hoe snel kinderen dat oppakken. En dat je van kinderen kunt leren van hoe je conflicten
Gewoon met elkaar oplost. Kan oplossen. En een kind A doet B, B valt en dan komt de bemiddelaar. Oh, maar jullie willen graag vriendjes blijven. Maar je bent heel erg boos, ja. En ja, dan zegt A van ja, maar als B sorry tegen me zegt, dan is het al goed. Dan zijn we weer vriendjes. Juist. Herstelrecht in het onderwijs. Dat is dus heel makkelijk uitgelegd wat herstelrecht inhoudt. In het onderwijs. Juist. Het is heel makkelijk uitgelegd, ja. Want mensen zullen zich afvragen, ja, maar waarom moet ik me herstellen? En waarom moet er zoveel recht aan te pas precies, komen? Precies, het beseffen. Ik wil, ja, ik wil deze gelegenheid gebruik maken om mijn visie te delen. Ik vind, twee dingen zijn alleen zeker in het leven. Dat je doodgaat en dat je met het recht te maken hebt. Waarom met het recht? Omdat je niet alleen leeft hier. Was je alleen hier, was je alleen heerser. Je doet wat je wil. Het moment dat er een ander erbij komt, ontstaat recht. Ik wil zelf zo ver gaan met mijn levensovertuiging, dat al was er geen mens daar, er was een dier of een boom. En je zou weten van, hey, als die boom doodgaat, ga ik ook dood. Dan zou je die boom verzorgen. Maar nu hebben we overvloed aan bomen. Dus je vernietigt met cyanide, met kwik, je doet. Aladol, dat is mijn persoonlijke mening. Ja. Het doet me ook wat, ik ben Surinamer, ik woon in dit land. Ik koester het bos, ik koester de natuur. Ik koester ook mijn medemens. Het is precies, dus herstelrecht is eigenlijk, kan je zeggen, ook religieus gebaseerd. Nederlanders hebben hier onderzoek gedaan in het binnenland. Ze zeggen van, hier gaat het beter werken dan in Nederland, want Surinamers zijn religieus. Ja. Het is precies als doe een ander niet wat je niet wil dat jou gedaan moet worden. En het moment dat je dat doet, je doet de ander pijn. Je hebt schade aangericht, dien je leed te herstellen. En als je financiële schade hebt aangericht, dien je dat te vergoeden en dat dien je te beseffen. Ook bij kinderen, sorry. En dat kind van het begin, vooral in die tijd van vervaging van morele waarden en normen, is niet gewoon staan van, ja, er zijn decadentie, verval van normen en waarden. Nee, ga naar ze toe, begeleid ze, zeg ze, geef het voorbeeld. Waarop ook meer kinderen. Kinderen doen wat ze zien, dat volwassenen doen. Kinderen luisteren niet wat jij ze zegt dat ze moeten doen. Kinderen doen wat jij doet. Precies. Mevrouw Astrid Boudou, we kunnen de hele dag hierover praten. Het is een heel interessant onderwerp. Maar we gaan de mensen thuis ook de gelegenheid geven om een beetje zelf hierover te gaan studeren en zelf over na te denken. Mag ik u heel hartelijk bedanken dat u bij ons bent geweest en dit met ons wil delen. En heel veel succes toegewenst. U ook. Heel hartelijk bedankt. Beste kijkers, Astrid Boudou, zij is afgestudeerd en is nu meester in de rechten. Een heel interessant onderwerp. Ik zou aan u willen meegeven, ga een beetje erover lezen, zodat je meer kan weten.